Jongens, het is vrijdag de 13e. Is dat zo? Ja. Dus, we gaan oppassen. We gaan heel voorzichtig gaan we naar de wasstraat toe. Maar misschien ook wel niet. Ja. Oh! Verrassing! Nou ja, dat weet ik niet. We gaan in elk geval kijken wat we vinden. Ja. Hey, dit is wel grappig, hè? Dit is de 16e wasstraat die we nu opnemen. En we beginnen waar we de vorige keer, of waar we de eerste ook hebben begonnen. Dus de eerste, ja. En dat is in het immer lieflijke Osdorp. Immer pittoreske Osdorp. Ja, nou goed. Het is vandaag wat minder pittoresk, want het regent regelmatig. Oh, doe ik nou. Zo dan. Ah ja, kijk. Een beetje wind. Dus, had jij nog dingen die je direct van wil zeggen? Nou ja, ik heb wel een technisch verhaaltje. Oh, cool. En dat is eigenlijk ook wel een soort van... Ja, je kan je afvragen of content altijd perfect moet zijn... of dat er zoiets als iets is als goed genoegen content. Oh. In dit geval heb ik het over plaatjes. Oh ja. Je hebt nu tegenwoordig heb je... iPhones en Apple of wat die iPads en ook de nieuwe MacBooks van Apple, die hebben zogenaamde retina displays. Ja. Dat betekent volgens mij eigenlijk dat er 2 pixels worden gebruikt om 1 pixel weer te geven. Als je het simpel bekijkt. Dus alles wordt veel scherper. Je kan de pixels kan je eigenlijk niet meer met het blote oog onderscheiden. Nee. Nou, een van de... Dus wat daardoor wordt bijvoorbeeld dingen als tekst worden super scherp. Dus dat leest echt heel erg lekker. Ja, vooral voor boeklezen schijnt het ontspannender te werken. Ja, het punt ermee is alleen dat plaatjes, de standaard plaatjes die op websites staan, die zien er ineens blurry uit. Dus die zijn minder mooi. Omdat, die zijn dus niet zo scherp. Die zijn niet die hele hoge resolutie. Oh, maar dat is heel erg raar. Want je zou zeggen dat, je maakt die plaatjes en ze worden niet vergroot of zo. Nee, maar ze gebruiken dus niet 2 pixels, nee. 2 pixeltjes om een pixel weer te geven. Dus het internet heeft een extra resolutie erbij gekregen. Ja. Wat de hel, joh. En wat een beetje... Dus daar zijn dan oplossingen voor. Die worden nu heel veel wordt daarover geschreven. Van we willen wat je gewoon moet doen, zeggen ze dan. Is het plaatje 2 keer zo breed, 2 keer zo hoog maken. En, dan, en weer 2 keer zo klein weergeven. Nee. En ja, dat werkt. Het wordt super scherp op retina schermen. Echt super scherp. Maar dan denk je, heb je een bandbreedteprobleem. Ja, want je website is 2 keer zo groot geworden. 4 keer zo groot. 4 keer zo groot, ja precies. Elk plaatje wordt 4 keer zo groot. Dus dat is echt een wezenlijk performanceprobleem. Ja. En dus wat ik me afvroeg, van, ja, weet je, ten eerste is het wel nodig. Want ik denk dat in de meeste gevallen, op de meeste sites, zijn plaatjes illustratief ter ondersteuning van de tekst, maar niet echt de wezenlijke content. Mm-hmm. En een beetje een blurry plaatje, dat doet het ook. Weet je, dat is, Je ziet soms heel zijn ze gewoon echt puur als helemaal niet eens illustratief, maar gewoon decoratief. Ja. Ja, in dat soort gevallen kan natuurlijk helemaal met een blurry plaatje. Maar dat is best een... Dus de adviezen zijn nu van maak ze 4 keer zo groot. Huh. En... Maar waarom? Zeg maar, wie willen ze dan bedienen? Mensen die op zo'n afstand van een Ja, mensen met zo'n beeldscherm. Ja, die hebben een duur beeldscherm gekocht. En dan wordt het web ineens lelijker. Ja. Dat is wel wat er gebeurt. Hè? Dat is op zich wel leuk. En de plaatjes worden lelijker. Ja. En nou, ik zat er dus over na te denken. Ik dacht, nou ja, kijk, voor een site als Flickr of 500px. Daar is een... daar zou je dat nog best wel kunnen doen. Dat je zegt, van, we gaan die foto's gaan wel 4 keer zo groot weer. Of als... we een retina display detecteren, geven gewoon een 4 keer zo groot plaatje weer. Want het gaat om de plaatjes op precies. Dat soort sites. Of een persoonlijk portfolio site. En hier kan ik me ook nog zoiets bij voorstellen, dat je zoiets gaat doen. Ja. Maar bij een normale content site zie ik er geen enkele reden. Maar dan heb je ook nog iets wat daartussenin zit. En toen dacht ik, zou het misschien werken dat als ik een plaatje 1,5 keer zo groot maak, dan wordt het ietsje scherper. Wordt hij dan ook scherper. En het wordt scherper. Oké, je hebt het uitgeprobeerd. Ik heb het uitgeprobeerd. Oh, tof. En een testpaginaatje gemaakt. En eigenlijk wat mensen zeggen van... Ja, die 2 keer zo groot
wordt is scherper. Mm-hmm. Maar die anderhalf keer zo groot is duidelijk ook scherper. Ja. Dan de blurry variant. En is dat dan misschien goed genoeg? Ik heb dan misschien nog wel een extra idee. Vroeger, toen ook bandbreedte bij televisie heel erg belangrijk was... Ja. Maakten ze dus de plaatjes... moesten ze heel erg klein maken, want ze hadden het signaal moest heel compact zijn. Ja. Dus wat ze deden is, om het lijntje zonden ze geen plaatje uit. Was het zwart? Ja, was er gewoon niks. Dat is ook een manier om animated gifs te optimaliseren. Ja, precies. Ja. Ja. Dus als je het plaatje in zijn ruwe formaat bekijkt, dan heb je eigenlijk meer... Dan ziet iedereen er heel breed uit en is alles heel erg plat gemaakt. Ja. Maar als je dan oprekt en dan interpoleert, dan blijft het soort van zijn scherpte behouden. Alleen het is niet... Maar op een afstand. En het punt met deze devices is dat je ze dichtbij hebt. Ja. Dus je ziet... Nou ja, niet die laptop. Ik begrijp het eigenlijk nog niet van de laptop, hoor. Voor fotografie denk ik van, nou, dat kan nog meerwaarde hebben. Dat je er dan ook wat dichter op gaat zitten. Maar de afstand is gewoon heel erg anders, denk ik. Ja, ja. Maar goed, dat zeiden we ook van HD. Dus wie heeft nou full HD nodig? Nou, niemand. Je ziet het verschil ook. Nou, een normaal mens ziet het niet echt. Nee. Het is ook niet echt. Dat. En weet je, je ziet het, en dat vond ik ook... Met die, toen ik de eerste iPad, de nieuwste iPad zag, mm-hmm. zag ik niet echt dat er dat die scherper was. Yeah. Pas toen ik er echt op ging letten. En vooral toen ik hem naast mijn eigen iPad legde, toen zag ik het duidelijk. Dan zie precies, je het gewoon. Dus als je het naast, als je het kan vergelijken, dan valt er op dat iets niet scherp is. Maar als je geen vergelijking hebt, dan is het gewoon scherp genoeg. Dat is waar, ja. Maar dus de foto's die niet geoptimaliseerd zijn, daar zie je het wel aan. Dus die zijn wel blurry. Dus dat is wel een... Het is net als een PDF dat je de tekst heel erg scherp ziet, maar dat de illustraties puntjes vertonen of wat ook. Ja. Ik vraag me nog steeds af waarom Apple het retina-scherm heeft geïntroduceerd. Ik begrijp dat het lezen dan prettiger is, het maakt consumeren. Maar ik denk vooral dat zij ook een soort van... Dat ze een markt proberen open te breken. Dat ze iets teweeg proberen te brengen. Net zozeer dat ze dat ook deden met de apps. Dat je dus een heleboel meer webverkeer hebt die heel erg anders is. En in dit geval ook dat HD-video ook echt een goede plek gaat krijgen op het internet. En zo ook voor HD-visuals. Maar het is toch gewoon de wens om dingen beter te maken... Ja, ik vraag me af, want het is nooit uit een behoefte geboren bij Apple. Het is altijd van, we willen graag alles beter maken, wat jij ook zegt. Maar ja, ik vraag me ook echt af of mensen, ook als je ziet wat de eerste reactie was op de retina-schermen, waren zo van, ja, naast elkaar snap ik het. Maar als ik het gewoon bekijk op normale afstand, meh. Nou, bij een iPhone niet. Bij een iPhone was echt wel te zien. Nee, precies, ja, maar een iPhone die gebruik je zo, die zet je met je neus erop. Ja. Voor de luisteraars. Ja. Maar wat ik grappig vind aan wat Apple heeft gedaan... want de strijd om hoge resoluties is er altijd geweest. Ja. En dus wat maar dit heeft nogal wat implicaties. Wat de hardwarefabrikanten tot nu toe deden... was meer pixels in een schermpje stoppen. Ja. En wat Apple heeft gedaan, die heeft gezegd... nee, we doen alleen maar verdubbelen van pixels... waardoor we eigenlijk niet... Ja, het oppervlak blijft hetzelfde. Het aantal puntjes verhoogd. Ja. Maar de websites worden niet twee keer zo klein. Die blijven dezelfde grootte. Ja. Ja. Dat is echt wel interessant. Dat is een hele andere aanpak dan andere fabrikanten. Ja, het is ook echt een verdubbeling telkens. Het is de papieraanpak, hè? Hoe heet dat? Waar vroeger printers 150 dpi deden. Ja, dat werd, de eerste laserprinters. En nu is het 300. Ja. En dan wordt alles inderdaad scherper. Ja. Maar je hoeft dus ook niks aan te passen. Dat is het. Nee, het schaalt automatisch mee naar de mooie reële voor. Ik vind het wel... ik snap het wel. Het wordt gewoon scherper. Dus het wordt beter. Het wordt mooier. Maar het heeft dus 4 keer zoveel bandbreedte nodig... voor als je het echt mooi wil maken. Ja. Het blijkt dus echt dat magazines... je hebt nu al die iPad magazines. Mm-hmm. Hoe die in de vorige resolutie werden... aangeboden was het al vaak iets als 250 MB of zo voor één magazine. Als je dat nu dus gaat, als je daar echt goede hoge resolutie plaatjes in gaat stoppen en filmpjes,
dan worden ze al gauw een paar gig. Ja, precies, ja. En een iPad dus heeft niet zoveel gig, dus dan wordt het een beetje onmogelijk. Hey, dat niet alleen, maar de, als je ook kijkt naar de bandbreedte, hè, zo'n 3G bandbreedte ding. Ja, goed, we kunnen nog wel even, weet je wat, we geven de communicatieindustrie nog even een extra schop. Ja. Want die hebben precies het tegenovergestelde gedaan dan de techniek eigenlijk vereist. De techniek die zegt van, we willen hogere kwaliteit, betekent meer bits over de lijn. Ja. En de communicatieindustrie heeft gezegd van, oh jee, dat past allemaal niet over ons 14x4 lijntje. We gaan alles weer verminderen. De telecom aanbieders die moeten, dat is misschien wat Apple ook wel doet. Die zegt van, nou telecom aanbieders, schiet eens even op. Ja, dat bedoel ik ook. Werk eens even door. Ja. Lever eens de diensten die mensen willen hebben. Ja. En investeer in goede infrastructuur. We hebben meer en beter nodig. Ja, investeer voornamelijk. Het is wel, het is gewoon waar. We hebben betere dingen nodig. Maar op dit moment... Weet je, eerste als wereldprobleem natuurlijk. Maar. Ja, als je dan op dit moment met een high-end telefoontje, een iPhone, in de trein zit. Ik zie daar toevallig een trein rijden. Oh, ja. Dan word je niet blij als de website-aanbieder heeft besloten dat jij vier keer zo grote plaatjes moet krijgen. Nee. Ik heb vast wel eens in Nederland geprobeerd om met 3G iets binnen te halen. Dat is gewoon... Ja, de browsers gedragen zich ook anders tegenwoordig, hè? Dat viel me een tijdje geleden op. Vroeger had je de website staat en vervolgens wordt die ingevuld met allerlei leuke features en visuals. Langzaam en weet ik van wat. Ja. Weet het soort van skelet wat zichzelf invulde en rijker werd. Ja. Maar nu is het heel vaak, en zeker met JavaScript verrijkte websites. Dus die helpen met interactie en dat soort zaken. Je moet net zo lang wachten tot de JavaScript is ingeladen. Alle assets, plaatjes en CSS en zo zijn ingeladen. En vervolgens totdat het JavaScript is uitgevoerd. En dan, vonk, dan zie je de website. Heb je dat gezien met Twitter? Twitter die heeft dus echt zo'n een webapplicatie, wordt het dan genoemd. Een zware JavaScript ding. Ja. En dan typt je Twitter /Vasilis in. Mm-hmm. En dan werd dat /Vasilis werd vervangen door uitroepteken, of nee, hashtag uitroepteken /Vasilis. Geen enkele reden om dat te doen. Nee. En dan werd er een bonk JavaScript opgehaald. Ja. Wat heel lang duurde altijd. En daarna werd de pagina langzaam opgebouwd, als het al lukte. Heel traag. Ja, Twitter heeft nu besloten, oké, dat gaan we terugdraaien. En nu is het als je... Oh, echt waar? Ja, dat is al zo. Oh. De pagina's worden weer normaal op de server gerenderd. Ah, goed zo. En het is nu, boem, in één keer staat niet voor iedereen is het nog, het wordt langzaam uitgerold. Hmm. Maar dat is, wauw, een enorme... Dat is wel heel erg, dat is een interessante ontwikkeling. Ja. Maar denk je dat zij ook het web weer belangrijker gaan vinden en dat apps het gaan verliezen? Want ik heb begrepen dat een aantal app-developers, zoals onze favoriet Tweetbot, dat die onder druk staan omdat Twitter zeg maar, zijn eigen API's weer terug aan het halen zijn. Ja, wat Twitter wil, en dat noemen ze dan, ik heb daar een stukje over gelezen, dat is best wel, wauw, wat ben je dan een tekstschrijver als je dat zo mooi kunt verpakken. Ja. Ze willen dat... gesponsorde tweets more engaging kunnen zijn voor degene die ermee interacteert. Ja. Zo schreef ze dat echt op. Oftewel, de banners moeten eruit zien zoals ze willen. We willen banners in de tweets. Ach. Dat staat er dan eigenlijk. Ja. En dat deden ze al, of tenminste, dat was hun plan al. Alleen ze komen erachter dat dus dat externe of derde party, third party programmaatjes, ja, die kunnen dat kunnen filteren. Ja, die kunnen wel zeggen, nou die tonen we niet, die sponsor tweets. Nou, waarschijnlijk ook omdat partijen als Apple dat ook verbieden. Wat verbieden? Nou, je mag namelijk geen advertenties tonen buiten het advertentienetwerk van Apple als appmaker. Dus dan heb je een probleem. Ja, wat raar is natuurlijk, want je kijkt gewoon websites in Safari en daar staan ook gewoon advertenties in. Ja, ja, ja. Maar er schijnen restricties te zijn van hoe je dat kan of mag doen op een iDevice. Oh, grappig. Ja, dat is heel erg interessant. Maar goed, dus wachten tot de third-party applicaties dan aansluiten bij
hun wens om advertenties zichtbaar te maken? Of is het gewoon van kappen ze het af? Zeggen ze van weet je wat, wij hebben de zaken nu op orde en we gaan het nu vanaf hier nemen wij het wel over. Ik weet niet precies wat ze nu gaan doen. Oh. Dus dat... dus dat wordt nog een verrassing inderdaad. Maar ze hebben in ieder geval hun site hebben ze 10 keer zo snel gemaakt door af te stappen van het idee dat je alles met JavaScript moet doen. Ja, ja. Gewoon wat elke weldenkende webdeveloper al wist. daar zijn ze nu Jaar achter gekomen. Er zijn verrassend veel websites die dat doen. Ik had op een zeker moment als experiment... wat was het ook weer? Dat Blokker-appje. Dat is een beetje alle externe assets die een website kan hebben... als default blokkeert. Dus ja. Niet inlaat. Ja. En een aantal websites, waaronder Twitter, laden gewoon niet. En dan krijg je een witte pagina. Ja. En dat is heel erg fantastisch om te zien. Van, hey, kijk, ten eerste, mijn plugin werkt. Ja. Hij laat ook daadwerkelijk dingen niet. Maar dat was wel heel frustrerend voor mij. Want dan moest ik dus telkens dat wil ik aan hebben, dat wil ik aan hebben, et cetera. Wat vaak ook betekende dat ik dus... Als ik naar Twitter ging, moest ik Twitter aanzetten. Maar het liefst wil ik niet dat Twitter zich laat op een andermans website. Weet je? Dat is allemaal een kruft wat ik niet nodig heb. Ja, het zijn eigenlijk soort van banners voor mij. Ja, ja. Maar dat feest ging helaas niet door. Dat was, de plugin was niet precies genoeg. Dat is wel leuk. Ik was trouwens pas geleden bezig met een heleboel projecten... waar content ook een hele belangrijke rol speelt... En ik sprak ook wat redacteuren bij websites waar wij ook wel eens artikelen voor schrijven. En ik merk elke keer als ik met een redacteur spreek, dus een echte iemand die dat voor zijn leven doet of om brood te verdienen, dat vond ik wel een heel erg fijne beleving. Dus ik merk dat mensen die heel erg serieus nadenken over wat een verhaal moet zijn en hoe, die helpen je heel erg om fijne content ook op die website te zetten. Hè? Dus ze redigeren je artikel en ze zorgen ervoor, spellingfoutjes, dat is altijd heel erg prettig, maar ze zorgen er vooral voor dat het ook past in de website. En nu moest ik nadenken over hoe dat voor sommige van onze klanten moet gebeuren die niet specifiek redactieomgevingen hebben. Ja. Hoe zij dat dan moesten gaan aanpakken. En ik heb dus uiteindelijk ik heb geadviseerd voor een aantal van ik denk gewoon dat je een freelance redacteur moet gaan inhuren. Want ik denk dat het dat waard is. Ja, absoluut. Toevallig postte Maarten Kappert, onze collega, die postte een infographic van wat het verschil zou zijn. Want een redacteur inhuren, dat kost geld. Ja. Maar wat je er dan voor terug zou krijgen. En daar hadden ze dus een aantal dingen opgeschreven. Wat was het ook weer? Ten eerste... Het artikel wordt kwalitatief beter, want er zit research achter. Het is origineel. Het is niet zomaar een beetje bij elkaar geknipt en geplakt. En bovendien, het is ook engaging. Hè? Hoe heet het? Je Twitter-verhaaltje. daar moest ik ook gelijk aan denken. Want mensen moeten, als ze een stuk content lezen, dan moeten ze er ook iets mee doen. Vaak moet het iets bereiken. Ja, ja. En je moet het niet alleen zo... lezen en dat je halverwege afhaakt, wat dus heel vaak gebeurt. Maar je moet lezen en wat betekent dit in jouw leven en wat gaat het doen? En misschien moet je actie ondernemen bij commerciële websites. Ja. En dat gebeurt een heleboel heel vaak niet. Want mensen die denken van, wow, ja, tekstje, dat kunnen wij ook maken. Die hebben we nog klaar liggen van 3 folders geleden. Ja, ja. Nou, het is een goede redacteur, is duidelijk echt een enorme... maakt je content prettiger om te lezen ook. Ja, dat maar maakt het ook echt waardevol in plaats van kruft. Ja. Ja. Ik schrijf dus die daily, Smashing Daily, en dat gaat dan naar een redacteur. En die stuurt dan opmerkingen terug van volgens mij kan dit beter. Ja. Of ideeën echt zo, om... Echt zoiets? Of van ik let daar en daar even op? Nou, hij zegt echt van... deze zin snap ik niet, bijvoorbeeld. Ja. Dat is een veel voorkomend ding. Hij is namelijk zelf niet zo heel technisch. Okay. Dus dan leg ik uit wat ik bedoel. En zeg ik, oké, dan snap ik het wel. Dan is die zin goed. Ja, ja. Maar ook gewoon...
zinnen die niet lekker lopen, ja, die verbetert hij dan. Of hij suggereert dan hoe die beter kunnen. Okay. Altijd in discussie. Dat is wel, of altijd in gesprek, altijd in overleg. Ja, precies, ja. Ja, dat is sowieso heel erg fijn. Dat je gewoon eindelijk een gesprek kan houden over de artikelen die je schrijft. Al voorheen toen je dat voor de Daily Nerd deed, dan was het... Hoe pakte je dat aan? Was het gewoon... Daar schreef ik gewoon, daar keek ik nooit meer naar terug. Nee. Dus dat zette ik online, want dat kostte me al tijd genoeg. Ja, 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 ja. En nu doe ik dat hetzelfde, maar nu kijkt wel iemand anders ernaar en geeft die suggesties. Ja, en dan wordt de plossing waardevol. Totaal verkeerde kant op. Ja, ik denk dat dit geen wasstraat wordt, maar een file-straat. Ja. Je moet content maken voor mensen. Dat is, ja. Hè, dat is eigenlijk, het zou heel erg logisch moeten zijn voor iedereen, maar dat is niet voor iedereen logisch. Er zijn dus hele groepen binnen bedrijven die zich bezighouden met iets anders. Niet de content aanbieden waar mensen naar vragen, maar... Ja. Alleen maar pushen naar wat zij willen aanbieden. Ja, precies. Je heel erg zenden van... Hé, ik wil dit vertellen over onze bedrijf. Ja, van hé, dit moet je kopen. Ja. Terwijl er vaak mensen hebben misschien al iets gekocht... en zoeken extra informatie erover. Willen weten van hoe het precies zit. Ja. Of wat ze ermee kunnen. Of er is iets of ze willen support. Of ze weten het misschien nog niet en willen daar... willen misschien een beetje gestimuleerd worden. Van, En dan... kan het dus zijn, als je een beetje pech hebt, dat je site, dat je op een site zit die alleen maar is ingericht om te verkopen en waar je dus dat soort informatie helemaal niet kunt vinden. Ja, maar waar het netto ook niet gebeurt. Ja. Het verkopen gebeurt niet, want mensen die denken van wat is dit voor een butsite? Ja, ik kan hier helemaal niks. Ja. En vooral dat, het grappige is, SEO is daar een heel mooi voorbeeld van. Mensen die doen analyses, heel veel marketeers die doen analyses. Waar zoeken mensen op? Wat vinden ze interessant? Hoe komen ze op deze website? Etcetera. Ja. En dan schrijven ze vervolgens een verhaal waar al die SEO-woorden in zitten. Voor de rest totaal niks doen. En wat gebeurt er? Mensen die zoeken naar de SEO-woorden, komen op de website. Denken, dit is niet mijn antwoord. Ja, precies. Dit is niet de content waar ik naar vraag. Ja. Dus en echt... haken vervolgens af. Ja. En dan kijken dus, nou ja, goed, dat zie je dan heel mooi in statistieken. Zie je het afhaken, het aantal seconden afhaken. Voordat mensen afhaken, is dan oneindig. Maar je kan namelijk niet meten dat mensen weggaan van je website of het venstertje sluiten. Dus dan is het aantal minuten dat mensen op je website zitten, is oneindig. Ja. of 0 seconden. Ja, het is echt die. SEO is echt gewoon... Er zitten gewoon hele domme mensen zitten daartussen. Ja, die snappen het niet helemaal. Want die, en wat, maar die hebben heel veel macht. En dat is het weet je, dat je domme mensen hebt, dat is niet erg. En dat die wat te doen hebben, is ook helemaal niet erg. Maar je moet ze geen macht geven. Je moet ze niet beslissingen laten nemen over hoe je je bedrijf of je site moet runnen. Nee, inderdaad. Ja. Want het heeft gewoon impact op je bedrijfsvoering. En ik ben daar eerlijk gezegd best wel verbaasd over dat het nog steeds zo is. Want ik dacht dat we inmiddels wel over dat idee van domme SEO heen zouden zijn. He, dat iedereen tussen wat door had. Oh, er zijn ook wel... Misschien zijn er wat intelligentere manieren om met content om te gaan. Ja. Ja, maar dat... Ja, dat is helaas niet zo. Dat, zeg maar, we zullen er... We zijn een beetje het slachtoffer van onszelf. Althans, van onze industrie dan. Want we hebben daar... En Google heeft daar natuurlijk ook debet aan. Die heeft daar heel erg op gepusht. Van, hé, let op. Als je bovenaan je lijst wil staan... Dan moet je daar... Moet je content aanpassen. Maar goed, Google heeft natuurlijk ook altijd gezegd... En hebben ze de shortcut genomen. Van, Google zei altijd van... Zorg nou maar... Schrijf nou maar gewoon voor mensen... Ja. Dan zorgen wij wel dat mensen bij die content uitkomen. Precies, maar toen kwamen de black hat mensen en die zeiden van... Oh ja, maar dat hoeft niet. Je hoeft alleen maar deze woorden te kiezen en dan wat advertenties kopen en je bent klaar. Zorg ervoor dat er in de eerste alinea 4 keer dit woord voorkomt. Ja. Blote borsten, Viagra... Nee, helemaal niet dat soort dingen. Want dat, weet je, die... Zoeken mensen daar niet naar? Ik heb geen idee, maar het zelfs normale sites die normale goede of weet je content aanbieden, die kregen dat soort adviezen. Ja. Om. En zie je ze nog wel eens langskomen? Het lijkt me zo leuk. Een soort van haha. Ja, ze zijn er nog. Dat soort sites zijn er absoluut. In de reisbranche heb je ze veel. Ja, maar toevallig, de reisbranche is ook een branche waar
enorm budget is in adverteren door Google, bij Google Display bijvoorbeeld. Ja. Wij hebben, ja goed, zeg maar, een aantal van onze klanten die zijn best, best groot. En die hebben, nou, noem eens wat, een paar ton te besteden aan advertenties. Maar ja, dat is een schijntje vergeleken met wat ze doen met in de reisbranche. Want daar bestaat eigenlijk, is hun business het inkopen van advertenties. Ja, ja, ja. Af. Hey, ik heb een vraag voor je. Ja. Jij zegt wel eens, hè, dat je de wasstraat ook zelf niet kijkt. Ja. En ik ben best wel benieuwd waarom, zeg maar, hoe mensen video, want je bekijkt wel video online, toch? Nee. Maar helemaal niet? Nee, ik kijk gewoon nooit video. Oké. Okay. Heel soms, maar... Maar is dat omdat je het, omdat je dat een prettig medium, of geen prettig medium vindt? Of? Nou, de reden is eigenlijk dat ik vind video storend voor mijn omgeving. Dat is het. Oh, oké. Okay. Ja, want je woont natuurlijk met een kind en een vrouw. Ja, en als ik dan... En collega's. Dus ik kijk wel eens een videootje. Mm-hmm. En... ja. Maar dan sluit je natuurlijk ook af met de koptelefoon op of wat ook. Nou, op het werk wel. Ja. Thuis niet. Oh, dus dat is eigenlijk de reden waarom ik er niet echt naar kijk. Nee, wel grappig, want er zijn. Ik leef voor een deel van het maken van video's. Ja. En voor de wasstraat hebben we deze vorm is ook. Het is gewoon een leuke vorm. Ja. Maar ja, af en toe denk ik wel van nou, misschien is het fijner om deze discussie soort van, nou, in ieder geval voor de vorm op te nemen en dan als tekst uit te schrijven. Ja. Dus dat het een waardevolle tekst wordt. Maar ga jij het doen? Dit is heel makkelijk inderdaad. Je kan waar ik mee begon over die retina plaatjes en dat oplossingje wat ik daarvoor had verzonnen. Ja. Dat had ik gisteren opgeschreven. Uh-huh. Maar toen bedacht ik me dat als ik dit wilde publiceren, dat het niet goed genoeg was. Ja. Want dan moet ik onderzoek gaan doen van hoe werkt het eigenlijk in oude browsers. Zijn er misschien betere manieren om het plaatje kleiner te maken? Wat zijn de verschillende methodes die er al verzonnen zijn? Daar moet ik dan allemaal naar gaan linken. Dat is dat wil ik helemaal niet. Een hele andere vorm natuurlijk. Ik heb helemaal geen zin in. Nee. Veel te veel werk. Hey, maar dat moeten we door andere mensen laten doen eigenlijk. Ik had dat artikeltje geschreven en dat had ik even ergens op een online gezet. Toen had ik gevraagd aan iemand of je er even naar wilde kijken. Uh-huh. Of we dat zo konden publiceren. En dacht ik, maar ook, ja, dat is helemaal niet goed. Schrijven is best moeilijk. Ja. En zeker als je echt technische oplossingen gaat aanbieden, gaat verzinnen. Ja. Dan moet je kloppen. Ja, inderdaad. Ja. En de vorm die we nu kiezen, dit is veel informeler. Misschien is het de gezelligheid. En dan weer in de auto zitten, dat is dan toegevoegde waarde of zo. Ja, nou ja, het is ook lekker dan, makkelijk natuurlijk. Ja, nee, maar dat wij publiceren dit. Ja. Dus dan zou je zeggen van nou... En we kunnen natuurlijk alles lullen, want we zitten ook maar wat... En we hoeven helemaal niks te bewijzen. Nee. Nee, onze mening is eigenlijk... En als we een keer iets verkeerd zeggen, dan zeggen we twee weken later, wat? Oh ja, dat was niet helemaal goed. Foutje. Het is lekker makkelijk. Nee, dat is waar. Dus zit hem voornamelijk in de vorm die we dan kiezen. Ja. Ja. Nee, want ik denk wel dat... Ik merk dat er voornamelijk ook een soort van drempel is. Bijvoorbeeld televisie, die heeft helemaal geen drempel. Mensen gaan er lekker voor zitten. Ja. Gaan de wereld draait door kijken. Iedereen is happy. Twittert lekker van zich af en zo. Maar dat kijk je samen, tv. Ja, dat is een soort van community ding. Het grappige is, een heleboel dingen op het internet, nou ja, je kan daar prima ook naar kijken. Dat is in principe ook een soort van televisiekanaal. Ja, wat je dus zou willen, en dat kan op zich ook wel, is dat bijvoorbeeld in mijn huis, daar lig ik op de bank, op de ene bank, en kijk ik, staar ik naar mijn laptop. Ja. En op de andere bank
ligt Katrien en die staat naar haar laptop. En, en wat je zou willen is als ik iets hilarisch zie of een filmpje zie, dat ik dat zo even zo woep op ons gedeelde scherm, namelijk de televisie, tv, kan zetten. Oh, ja, ja, ja. En dat we er dan samen even naar kijken. Want wat er nu gebeurt is, dan hoor ik een of andere, meestal is het klote muziek. En dan zie ik Katrien grinnen. Ik zeg, wat, twitter het even. Ja, ja, ja. En dan twittert ze die link. Okay. En dan ga ik die link bekijken. Ja. Ja, ja, dat is een beetje... Nou, je kan met die Apple TV kan je natuurlijk, sommige dingen kan je wel al... Je kan het streamen naar je Apple, of naar je televisie. Ja. Oh, dat is wel heel erg handig inderdaad. Ja. Dus dat komt er wel aan, dat je... Google heeft dat nu ook met het Google Q-ding, wat heel onhandig blijkt te werken. Mm-hmm. Dus daar moet je dan weer eerst een app voor installeren. En Apple heeft gewoon een nieuw protocol gemaakt, het AirPlay, waarbij je video's... Ja, je kan video gewoon streamen naar een willekeurig apparaat. Ja. Ja, zeker handig. Maar volgens mij werkt dat alleen maar vanaf Apple devices. Zou me niks verbazen. Ja, ik geloof dat je gelijk hebt. Dat zou... Vroeger had je ook zo'n programma, dat heette Juiced. En dat was televisie, samen televisie kijken, geloof ik. Okay. Dus dat was meer andersom, dat de afstand ook groter was. En dat je bij wijze van spreken met collega's naar De Wereld Draait Door kan kijken. En dan was er een sociale feed waarin je of real-time met elkaar kon kletsen van hoe goed het over hem van Matthijs Nieuwkerk vloekt met de rest van het programma. Of dat je op een of andere, zeg maar, offline kan doen. Ja. Zo van, hey, weet je dat dit gebeurd is en kijk er eens naar. Het is een enorm fiasco geworden, want niemand snapte wat het nou was. Het was geen televisie, het was niet online. De schermen waren ook... We hadden geen scherm wat je op schoot hebt of in een relaxed modus bij de hand hebt. Ja, ja, ja. Dus daar... Pardon. Daar miste het ook een beetje. Maar misschien dat we er nu wel klaar voor zijn. Misschien dat er ook... Ja, ik weet niet, dat vooral het delen dan ook samen gaat komen met het... consumeren van vermakelijke media, dat zal ik het maar noemen. Nou, je hebt natuurlijk, ze noemen dat de second screen. En dat is dat je dus, je kijkt naar de, en wat het gangbare idee daarbij is je kijkt samen naar de tv en dan heb je de second screen om daar iets mee te doen. Ja. Maar je zou dus ook kunnen zeggen, van iedereen zit daar lekker met zijn eigen screen en af en toe zetten ze wat op het gezamenlijke screen. En dan gaat iedereen kijken. En dan kijkt iedereen. Dat laatst ook met zaten we met allemaal vrienden met allemaal iPhones. En toen hebben we videootjes zitten kijken. Ieder vanaf zijn eigen iPhone zat hij inderdaad de hele tijd een videootje naar de tv te sturen. Zo'n van YouTube-avond. YouTube, ja. YouTube-avondje. Oh, dat mag ik niet. Nee. Hier kan je best recht doorgaan. Oh, wel even wachten op de mensen die niet overreden willen worden. Oh ja, maar dan hadden we dus op een gegeven moment hadden we dus een discussie met een team wat een contentwebsite zou onderhouden. En die wilden hun campagnes ook tussen de content zetten. Ja. En ik vind dat nog steeds een beetje raar. Ik snap het concept van campagnes niet echt. Vroeger had je... Vroeger had het heel veel nut, want je had een ding, namelijk een product of iets dergelijks. Ja. En dat was nieuw, of dat moest opnieuw aandacht krijgen of wat ook. En dus ging je op billboards en op televisie ging je zeggen van... Hé, in winkels zijn nieuwe dingen. Maar tegenwoordig heb je... Het internet is zo verenigd allemaal, dat dat eigenlijk niet meer nodig is. Hè? Als je een soort van verwantschap hebt met een merk... Ja. Dan zeg je van, nou, dus daar ga ik regelmatig naartoe. Want die bieden leuke service of die vertellen leuke verhalen. En misschien dat mensen die zich daar ook bewegen, dat die dan ook zeggen van... Oh, als je dit leuk vindt, nou, check dit eens. Hè. Dus dat veel organischer gaat en veel minder hoeft te zenden. Maar veel meer eigenlijk gewoon alleen maar cool hoeft te zijn. Ja. Dat mensen dan vanzelf ook jou ontdekken en daarmee ook... Dat je direct ook relevant bezoek krijgt.
snap je? Ja. En daar zaten we dus een beetje ook mee te worstelen. Want nou goed, die mensen die zeggen van ja, maar af en toe gaan we ons merk anders positioneren. En daar willen we dan over vertellen. En dat, ja. En dat toen zei ik van ja, dat is eigenlijk een heel erg slecht idee. Want dan ben je je content, hè, waar je die relatie die je probeert op te bouwen, ben je dan aan het storen. Ben je een soort van stoorzender aan het zijn voor je eigen plannetje. Ja. Maar dat is natuurlijk met partijen die geld verdienen, die hebben dat nu ook. Hè. Die zeggen ook van, die zijn afhankelijk van bannering. En er zit een heleboel geld achter. Maar ja, hoe heet het? Eigenlijk wil je alleen maar je lezers kunnen bedienen. Dus ik vraag me af of er op een zeker moment ook een punt komt dat de waarde die jij, zeg maar, om jouw merk en je producten creëert, dat die zo groot is dat mensen ook daarvoor willen betalen. Of op een of andere manier dat daar ook geld gaat ontstaan. Zodat je niet hoeft te leven van andermans geld. Het geld van andere merken. Zodat je een soort van, nou, denk aan magazines. Dat die gewoon bestaan bij de gratie van hele goede content. En dat je niet de kwaliteit laag hoeft te, en dat je daar, zeg maar, alle energie in kan steken. In plaats van dat je ook energie moet steken in het pleasen van investeerders en dat soort mensen. Ja, dat is altijd, je hebt gewoon conflicten tussen mensen die goede content willen maken of die goede diensten willen verlenen, ja, en marketeers. Om het maar even. En ik, toen dat, het is, ja, een beetje een soort conflict tussen user experience en marketing, denk ik. Ja, die zouden elkaar misschien beter moeten vinden of zo. Ja. Ik weet het niet. Dat stel dat je dus, je hebt natuurlijk, dat je een geldschieter hebt en dat die dan ook een rol gaat spelen in jouw magazine. Dus een veel zachtere, een veel zachtere koppeling heeft in plaats van een soort van onderbreking van jouw content met advertenties of bannering of wat ook. Ja. Maar dat je zo van hebt van, nou ja, dit zijn gewoon coole gasten. Ja. Nee, je kan het toch op een hele andere manier aanbieden. Relevante content. Het hoeft toch niet inderdaad. Ja, het is je ziet het ook wel. Smashing Magazine doet het ook. Super irritant. Ja. Na de eerste alinea, uh-huh, staat er dan ineens: heb je het Smashing boek al gekocht? Oh, wat leuk, joh. Maar dat, dan heb je dat dus een alinea fijn van deze. Ja. En dan staat het er ineens na. Dat breekt gewoon. Dan wordt er niet doorgelezen. Nou ja, dan wordt wel doorgelezen. Ja, als je hele interessante, boeiende, pakkende. Kijk, het zijn goede artikelen die beginnen erop staan. Ja. Dus ja. Maar is dat wat ze, want dat noemen ze, oh god, hoe noemen ze dat ook weer? Company advertising of iets dergelijks. Dus dat zijn de advertenties van het bedrijf zelf. Ja. Maar zijn dat placeholders die niet ingevuld zijn door andere adverteerders? Nee, dat is wel echt om de eigen producten waar ze zelf... House advertisement, mee, sorry. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is wel, ze hebben dus third party advertenties. Ja. Maar die, ja, die staan in de kantlijn. Die staan volgens mij niet zo vervelend. Ze hebben wel van die grote blokken in de content staan. Nee, maar nee. Niet dat echt zo een zin wordt onderbroken door een hele andere zin. Hè? Want het is gewoon hetzelfde lettertype. Oké. Okay. Er staat gewoon ineens een paragraaf tussen. Oh, maar dat is wel raar inderdaad. Ja. Zou je misschien veel liever zelf dat willen verwerken in je artikel? Ja. En je zegt ze van, nou, zoals bijvoorbeeld Luke zei in hoofdstuk zus me zo in het geweldige boek. Ja. Moet je hier en daar en daar op letten of weet ik veel wat. En dat doen een heleboel kleine independents, dus onafhankelijke producenten van content, die in Amerika in elk geval, die neigen daar meer naar. Ja, ja. Dus gaan echt ook een waardevolle relatie aan met hun adverteerders. Weet je, dat ze zeggen van, ja, maar dit is ook gewoon een goed product. En dat bij het kiezen van de adverteerders kunnen ze dus beter koppelen met de partij die geld steekt in hun producties. Door te zeggen van,
Nou, wij vinden dit ook een echt goed product. En kunnen daar dus ook oprecht over praten. Van nou, dat is gewoon fantastisch. Ik wil, wordt het iedereen, hè, zeg maar je doelgroep, die ken je goed. En je zegt ja, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, luisterboeken. Onze mensen luisteren naar onze podcast. Luisterboeken zijn dan ook relevant. En ik doe het zelf ook. En als je mij moet iedereen dat doen. Ja. Gewoon dat je dat oprecht vindt. En nou, toevallig verdien je daar dan ook geld mee. En dat, maar dat vertel je dan ook. Maar ja, goed, kijk, dat is wel makkelijk praten. Hè? Niet iedereen heeft de luxe positie dat hij kan zeggen... Als je afhankelijk bent van advertenties, dat je kan zeggen van... Jij mag niet op mijn site adverteren. Nou kijk, en daar zit, dat is dus het grappige. Want producenten die hebben die luxe in principe niet. Maar de adverteerders... Die hebben daar juist heel erg veel baat bij. Ja. Want waar je nu soort van met Buckshot advertisement overal maar een beetje strooit met je advertenties. En dan hopen dat er iets van terecht komt. Heb je bij mensen die dus ook echt een band hebben met jouw merk. Ja. En daar gepassioneerd over kunnen vertellen. Dat die kunnen zeggen van... dus die hebben een heel erg getarget, ja, om maar even in marketingtermen te spreken, publiek. Ja. En ja, die vooral, en dat mis ik overal in adverteren en in commerciële praatjes, is dat de oprechtheid van verhalen gewoon missen. Ja, mensen durven eigenlijk, hè, als, vooral als, zodra het praatje commercieel wordt, moet het alles is het beste. En we willen eigenlijk niet vertellen over de concurrent of over andere dingen, wat zijn negatieve gevoelens. Dus dat gaat het verhaaltje niet beter maken. Ja. En... ja, dat is... je voelt dat. Mensen die dat lezen of kijken, die voelen gewoon... dit voelt als een advertentie. Weet je, ik kijk hier niet naar. Of ja, ik skip door, of ik lees niet verder. En dat is zonde. Ja. Dat is een gemiste kans voor zowel de adverteerder als... producenten die daar brood mee moeten verdienen. En op een gegeven moment gaat het zover komen. Dat we ook niet meer afhankelijk kunnen zijn van grote merken. Omdat die misschien verdwijnen ze. Of wordt het niet meer interessant om te adverteren. Of ik weet het niet. Maar goed. Misschien dat het zal nog een tijdje duren. Maar het lijkt mij, in Amerika zie ik het al gebeuren. Daar doen het een heleboel mensen die doen dat. En de enige barrière die ze hebben is... maar wat nou als mensen mij minder geloofwaardig vinden als ik vanuit mijn persoon praat over mijn adverteerders? He, dus dat ik dingen ga aanbevelen waarvan mensen zeggen van... nou, ik weet niet of je dat wel zou moeten doen. Want bijvoorbeeld, je praat over de Galaxy Tab. Ja. En dat is dan ook een adverteerder. Kan je daar wel alles over zeggen? He, dat is eigenlijk ook de reden waarom sommige contentmakers zeggen van... weet je wat, wij... accepteren geen advertenties. Ja. Want dat betekent dat wij op een gegeven moment die grens bereiken. Ja. Dat wij niet meer kunnen praten over... Kan je dan nog wel kritisch zijn? Ja, nou ja... En integer. Ja, precies. Vooral dat laatste. Kijk, kritisch kan je altijd wel zijn. Maar ja, het is gewoon een menselijke feature om voorzichtig te worden. Ja. Als je het hebt over... Ik bedoel, dat doen wij ook. Als wij over Mirabeau praten en over onze klanten, dan proberen we dat... heel, allemaal. Alle klanten echt, zijn geweldig. Ja, ja, ja. En daar hoeven we niet over te liegen, want alle klanten zijn gewoon geweldig. Ik zal even een lijstje geven van de klanten die geweldig zijn. Nee. Maar, alles bij Mirabeau is overigens ook geweldig. Ja, inderdaad. Echt waar. We zullen geen voorbeelden doen. Dat is een slecht voorbeeld. Voor ons geldt dat niet. Nou ja, het geldt wel voor ons, want wij zijn inderdaad overzichtig. Wij kunnen gewoon de waarheid zeggen, zoals we net deden. En dus dat is een beetje een slecht voorbeeld. Dat soort voorbeelden tellen natuurlijk alleen maar als er ook negatieve dingen te zeggen zijn. En ja, maar in het geval van een Galaxy Tab... Ja, nee, maar let op. Een voorbeeld. Ja. Disney... Oh, sorry, die grap miste ik. Disney, die is... die is eigenaar van een heleboel property. Dat zou je verbazen hoeveel property dat is. Ja. En zij zelf zijn ook... die hebben ook een eigenaar. En dat is best wel... Er zijn allemaal hele grote bedrijven... die een heleboel media en producten en diensten... en een heleboel adverteerders... in hun portfolio hebben zitten. Ja. Dus stel je voor dat je nou...
hoe noem je dat, gespoord wordt door de ene partij. En je gaat kritisch zijn over de andere tak van dat hele grote bedrijf. Ja. Nou, raad eens wat er gaat gebeuren met je adverteerders. En dat is jouw livelihood, hè? Je leeft daarvan, dus ja. Dus dat is een hele... Ja, en inderdaad, de vraag is hoe gevoelig wij daarvoor zijn. Nee, gelukkig hebben wij maar één adverteerder. Is dat zo? Nee, eigenlijk niet, hè. Nee, verdienen eigenlijk niet ermee. Nee. Nou goed, als je wil adverteren... 100.000 gulden per aflevering. Per euro, sorry. Gulden, inderdaad. Ja. Inderdaad. We gaan weer terug naar de gulden. Dus scharrel al je guldenbiljetten bij elkaar. Klooi. En dan mag je adverteren. Hey, dat was weer super. Doei. Doei.